stiltegebieden, dat zijn de schaarse gebieden in Vlaanderen waar je alleen nog natuurgeluiden hoort. We worden overal geconfronteerd met heel veel geluid. Maar in de jaren 90 zijn er gebieden afgebakend waar je alleen de natuur hoort. En we moeten daar echt zorg voor dragen. We hebben ook een soort kwaliteitslabel ontwikkeld dat die stiltegebieden sterren kunnen worden toegewezen. Van 1 tot 3 sterren met een aantal objectieve criteria om ervoor te zorgen dat als mensen tot rust willen komen, de stilte willen ervaren, dat ze in die gebieden terecht kunnen. Het is normaal dat als de gebieden waar het stil is, waar je alleen de natuur hoort, als dat echt schaars geworden is, dat je daar ook zorg voor draagt. We hebben dat nodig om terug tot onszelf te komen, om na het hectische leven waar we allemaal mee geconfronteerd worden, tot rust te komen, na te denken, te genieten van de natuur. En daarom dat de Vlaamse overheid daar ook zorg voor draagt. Je merkt in de stiltegebieden dat natuur en cultuur elkaar vinden en dat daar eigenlijk ook een echte sociaal-culturele beweging tot stand komt. Het bezinnen, de stilte weten ervaren, omgaan met de natuur. Zo hebben wij bijvoorbeeld de sociaal-culturele beweging Waarbeke erkend binnen het sociaal-culturele werk. Ze krijgen daar ook subsidies voor omdat ze echt een hele werking ophangen rond de stilte. Maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld allerlei organisaties zoals volwassen onderwijs, Vorming Plus en dergelijke meer, die heel wat doen rond de stilte en dat kan ik alleen maar toejuichen. Wat ook zo sterk is aan die gebieden, dat is dat het ook een sociaal weefsel met zich meebrengt. Dat er rond gewerkt wordt vanuit de VLM, vanuit regionale landschappen, samen met de lokale besturen, maar zelfs met het sociaal-culturele werk. En dat vind ik ook zo waardevol aan die stiltegebieden. Het is natuur, het is cultuur, maar je kan het ook veel ruimer zien. Het gaat natuurlijk ook over toerisme, over zachte recreatie. Dus al die aspecten komen eigenlijk samen in die stiltegebieden. En ook van daaruit wordt gekeken hoe een netwerk in Vlaanderen kan worden opgezet. Ik heb bijzonder goede herinneringen aan het ondertekenen van de officiële overeenkomst van de Lierenman. Dat is een heel waardevol gebied in een heel mooie, prachtige regio waar ik vaak ook kom. Dus ik wens iedereen te bedanken die dit mogelijk maakt, die ook zijn of haar schouders zet onder dit stiltegebied. En ik wens jullie heel veel succes.